Het is een hele andere wedstrijd dan oude weekend in VVOG. Ja, dat is gewoon een prestatie, machinaal, omdat, nou ja, onder de maat. En dan had ze zichzelf, ik wil even in een eigen en ze zeiden van oké, dit maakt beter. Nou ja, dat voelen we machinaal en dat, nou ja, dat kost ik wel weer omzien. Ja, dat is mooi dat dan ook lukt, hè? Ja, nou ja, we weten wel wat we kennen. Hè. Scheveningen had zelf ook een hele goede ploeg. Hè. En just op het veld ik, hè, het is gelijkwaardig dan us. Dan wij, zij hier ik wel wat aardig wat bal bezitten. Zij hier wat kansen, wij hier wat kansen. Nou ja, dan ben ik toch beert mij dat wij toch scherpen in de oude ronde winnen. Ja, dat is mooi. Heel betier van natuurlijk. En dan is hij wel gelijkwaardig, maar dan gaan we die voorsprong maar te pakken. Ja, het gebeurt ik wel eens zo om. Nou maakt het die keeper die maakt het een fout, maar Jorko zit er toch heel goed bij en dan werd het 1-0 en dan ja, dat wist wel, want zij ben ja, al heel lang kandidaat geweest voor het kampioenschap. Ja, dus je had gewoon een goede ploeg en dan is het gewoon een hele goede prestatie van ons. Ja, dat wij deze chinstand bieden en dat wil ik dan met 2-0 winnen. Je had er wel eens eerder gehoord, maar zit nog een beetje te genieten op de bank of ben je dan te volle met de wedstrijd bezig van wat er, hoe het stiert en zo? Nee. Wat ik wil zien dan, machinaal, hoe we voetballen willen, als dat lukt dan zit het lekker op de bank. Hè. En, nou ja, het gaat natuurlijk nou naar het eind van de competitie, hè. We hebben hierna nog 2 wedstrijden, maar het wordt voor u gewoon een zaak om scherp te blowen voor het toetje, hè, wat we nog krijgen. Hè. En dan wordt toch wat ding weer omzien op het veld en als dat lukt, hè, en ze werken ontzettend hard voor elkaar en als team zetten ze deze prestatie deel, ja, dan is het voor een trainer natuurlijk ontzettend leuk om te zien. Je zegt wel wat ding weer omzien op het veld, wat wie dat doet bijvoorbeeld? Nou, dat wij dat we rustig wijzen matten in de opbouw, hè? Dat we de bal wat langer in het midden horen matten. En ik op het middenveld, hè? Johnny de Vries die spelen wat eerst weer. Dus dat we wat meer voetbal hier willen van achteruit. Maar ik, als we de gelegenheid hebben om snel te schakelen, en dat hebben we een paar keer heel goed in. Ja, er zijn nog 2 wedstrijden. In feite speelt Harkmaarse Boys deze competitie nergens meer van. Hè? Hoe hou je met de boel dan een beetje scherp? Ja, oké, maar ja, als zelf een keer voetballer geest boeten of zo, dan was ik winnen. En zij is nou ik. Hè, iedereen zit hier op voetbal en is hier bij Harkmaarse Boys omdat het speeltje leuk vinden. Hè? En het speeltje leuk vinden, daar jet ik een teamprestatie bij. Hè? Dus we willen graag winnen. We willen zien wat we kunnen zien in het teamstanders. En dat is elke week is dat weer hetzelfde. Dus elke week gaan we naar Capelleta en dan bloot het weer hetzelfde. Maar wil mij daar in het achterhoofd van dat we wel fit moeten blowen om die nijcompetitie nog te voetballen. Nou, Suis Utwaartje en Tjens Kevening, dat is wel een mooie prestatie. Nou ja, dat is gewoon ontzettend knap. Als je eerst weer fit komen en als je eerst van Lietz Dwerpke, hier in Harkema en ja, dan is het gewoon ontzettend knap wat die jongens die in haar. En nou ja, wij als hele club eigenlijk wel.